En mijn broer die speelde voor zijn motorham, speelde die contrabas. Die heeft gespeeld met diverse strijkjes in De Kroon en in Den Haag en in Parkzicht, Park in Rotterdam en in bij Heks en in de Fama. Een maand, denk ik. Dat ging per maand, hè. Orkestjes. Maar zover ik weet is hij nooit geen lid geweest van de cultuurkamer. Muziek komt in mijn leven op het moment, nietwaar, dat ik werkte bij de firma Van Hagen. En dat er gevraagd werd, wil je met de geluidsinstallatie 's avonds naar Concordia, want daar zitten orkestjes in de Neffy-kantine. Concordia was kantine geworden van de Engelsen en daar speelden tussen de, in die tijd, smiddags en 's avonds orkestjes. En ik zei, dat is goed. Dus ik heb spullen daar naartoe gesjouwd en maakte een kennis met een orkest van Jan Kanters. En dat was één gedeelte, dat waren de Merrymakers. En een stelletje dat kwam van de Handelsavondschool. Er waren twee orkestjes en die hebben ze toen bij elkaar gedaan. En Jan Kanters speelde piano en op de beek speelde gitaar. En daar hadden we een saxofonist bij en een mandolinspeler. Daar heb ik op een gegeven moment voor de geluidsinstallatie gezorgd. En overdag speelde er een ander orkest. En die hadden een contrabas gewoon achter het toneel laten staan. Dus terwijl hun daar zaten te spelen, pakte ik die contrabas, deed ik net of ik alles kon. En zo heb ik, moet ik zeggen, gewend weer aan een contrabas. Toen heb ik later de kans gekregen om een contrabas te kopen. Bij een meneer en die was contrabassist bij San Francisco Orkest. Dat was van de kweekschool hier in Breda. Dus ik kwam daar en toen was het dienstmeisje die zei, je mag hem voor 500 gulden mag hem meenemen. Nou, en ik had in de tijd mijn versterker verkocht en nog wat grammofoonplaten en ik had 250 gulden zelf. En ik ging naar de vader van de gitarist. Dat was een dameskapper. Ik zeg, zo is het geval. Zegt hij, nou, dan schiet ik die 250 euro wel voor. Dus ik ging weer 500 gulden naar de loopschaal staan. En daar stond hij in een hoes. Dus ik met dat ding naar beneden en ik zette hem op mijn fiets, op de trappen. En zo ging ik met de fiets in de contrabas naar de Nieuwe Ginnekstraat. En s'avonds stond ik met dat ding in een oude smoking, anderhalve meter hoog, op het Concordia toneel. Nou ja, goed, en deed maar net of ik het al jaren deed, maar ja, aan het gevoel en het gehoor. En later is dat stelletje, daar is later uitgekomen de Sweet Rhythm Club. En dat was dan Jan Kanters piano, Doris Rijkers zang, Gerrit Vlamings elektrische gitaar. Toen was het Jacques Plevier drummer, dus later is dat Kees van der Broek geworden. En Charles Buijs is ook drummer geweest. Want dat vond ik bij de handen kwam ik geregeld in de winkel, ja. Daar heb ik ook van alles gekocht. Grammofoonplaten. En alles wat ik maar bij Absalon kon kopen, dat kocht ik. Ik liep er op zaterdag altijd maar gewoon in de winkel van en kijken of hij nog grammofoonplaten had. Ik heb een van de eerste grammofoonplaten bij hem gekocht. Die kwam toen uit België. En dat was Music Where You Work. Hele bekende grammofoonplaten uit de Engelse zenders. Wat voor repertoire speelden jullie dan? Dansmuziek. Uitsluitend dansmuziek. Nederlandse liedjes van Hendrik Christiani, die
Die had er een hele hoop. En ja, Franse liedjes werden ook van Jacques André en noem ze maar op. Al die dingen waar je kon dansen werd gespeeld. Ik heb met tango's gespeeld en slowfoxels gespeeld. Ja, wij speelden ook de Washington Post. Dat is een step. En we speelden ook de Valletta en meer van die oude dansen. Ja. En later werd het dan van dat orkest... werd dan een kleine De Sweet Rhythm Club gemaakt. En dat waren een man of 6, 7. En daar gingen we dan mee al de danspartijen van de Polen en de Engelsen en de Amerikanen. Ja, overal waar we gevraagd werden. We speelden Engelse nummers die door de militairen werden gevraagd. En sommigen brachten zelfs muziek mee. En dat speelden wij dan. En dan kwam er wel eens een Engelsman zingen. En dan werd er gevraagd, ja, welke toon? Ja, ik zing in bass. Nou, die aan de kant was, die doet dan zo een beetje op de piano. En dan werd er gezongen. Terwijl eigenlijk het melodietje nog niet kende. Maar de feeling van Jan Kanters, die kon dan de begeleiding. En het Gerrit Vlamix, die ook alles op gehoor, zonder een hoop muziek, die speelde achter elkaar mee. Dat voelden ze. Geen akkoordenschema's? Nee, die werden allemaal later gemaakt toen... Als je ze kende, en dan maakte ik van die akkoorden maakte ik weer wel een baspartijtje. Als je voor de Polen speelde, dan had je een militaire en de Bredaanse meisjes die dan uitgenodigd werden om te komen. Maar als wij voor een andere vereniging speelden, waren het allemaal gewoon Bredaanersen. Ja. Hierin, in de Ginnekenweg, daar speelden we voor de Royal Signals. En die jongens die kwamen alles zelf halen, met een jeep. Ja, ik ben nog een keer met een jeep en een geluidsinstallatie en een Engelsman. En Ginnie de Klerk, een heel bekende zangeres later. Naar Tilburg geweest, in de kou, in de sneeuw, ja, in een open jeep, met een geluidsinstallatie en ja, dat was maar hele kleine dingen, 25 watt en dan kon we weer met 2 speakers, kon we de beste Concordia mee vol maken. Dus de zangmicrofoon werd versterkt en de elektrische gitaar. Gerrit Vlamix speelde elektrische gitaar. En die had een eigen elektrisch machientje gemaakt, weet dat. Die had een magneet genomen van een oude magneetontsteking uit een auto. Dat zijn van die lange platen. En daar had hij een spoel omheen gemaakt. En die had hij onder de snaren gebouwd in de dingen. En door de trillingen in het magneetveld van dat spoeltje, dus, want er was aangesloten. Je kreeg een trilling en dat was een lage frequentrilling en die werd dan versterkt. En zodoende deden we dat. Gerrit heeft dat ding zelf gemaakt. Ik weet wel dat ik het 100.000 keer gerepareerd heb. Aansluitingen enzovoort. Want op het moment dat ik bij dat orkestje kwam als geluidsman, had hij al een elektrische gitaar. Dus kon hij al elektrisch spelen. En dan had ik een losse stekker, die kwam van zijn dingen af, en die stopte ik dan gauw in de versterker. En dan maakte hij een solootje. En dan haalde hij die stekker er weer uit. Want dan kon hij weer gewoon slaggitaar spelen. Maar op het moment dat hij melodiegitaar speelde, dan deed ik dat erin. En dan kon hij, dan hoorde hij zichzelf ook spelen, want er zaten 2 spiekertjes. En op het moment dat de stekker weer uit, dan speelde die slaggitaar. En dan met het laatste akkoord, dan stop ik weer gauw die stekker erin en hoor je...